Het Novalis College heeft wat te vieren. Alle 29 VWO-leerlingen die eindexamen hebben gedaan, zijn ook geslaagd. En dit goede nieuws kon de school wel gebruiken. Want 2 jaar geleden was er kritiek van de onderwijsinspectie. Het VWO-niveau zou te laag zijn. Nou, we hadden met name voor het VWO van de inspectie een zwakke school gekregen. Ja, en daar moet je natuurlijk toch wat aan doen. Maar dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat het ook werkt. Dat het ook vruchten afwerpt. En ook de docenten zijn natuurlijk te spreken over het resultaat. Hartstikke trots. Je verwacht natuurlijk altijd wel dat je leerlingen het goed doen. Je kent je leerlingen. Maar ja, als het dan inderdaad 100% scoren, dan gaat de vlag toch wel even uit. Ja. De leerlingen zijn met de veranderingen gestructureerd aan het werk gegaan en ja, zagen ook dat langzaam maar zeker de dingen die ze moeilijk vonden, dat ze die toch voor elkaar kregen. We hebben een ritme in het rooster aangebracht, waardoor leerlingen ja, echt gewoon stevig vanaf dag 1 tot en met 15, 16 april op school zijn geweest. En ja, dus heel erg in een soort beweging mee zijn genomen van werken. De leerlingen hebben er baat bij gehad. Zij zijn geslaagd. Voor hen is de vakantie goed begonnen.